Gent kan eens uitbreken. El Ghanassi moet nu spelen. El Ghanassi speelt hem ook naar Rosales. Leijen is vrij. Camusato zoekt hem wel op. Rosales, daar is Leijen. Pieroni komt mee. Pieroni kan het afmaken. Doet het ook. Het is 0-2 voor Gent. Dit is geruststellend voor Zulte Waregem. Het is over en out voor Standaard, kan je nu stellen. De Lakenaar Luigi Pieroni zorgt voor de 0-2. En Gent heeft de zege met twee handen vast. Nou, dit was de perfecte counter. Heel rustig aan de bal gebleven. Vooral van Rosales weer. Het leek er even op dat hier El Ghanassi te lang wachten om te spelen. Deed hij uiteindelijk toch. En dan Rosales overzicht bewaren. Ook knap gedaan hier afleggen van Leijen in één tijd. Nou, Pieroni. Zo heeft hij er al veel binnen getrapt. Uitstekend afgemaakt. En de zucht van Frankie Durie was te horen tot in Luik.